Lekker meezingen met U2, dansen op Pink Floyd of headbangen op de muziek van Nirvana. Dat kon dit weekend allemaal op het High Voltage Festival in Bergharen. Natuurlijk waren deze grote namen er niet zelf, maar traden de coverbands van deze legendes op. En dat deden ze zeker niet onverdienstelijk. Voor het tweede jaar op een rij wordt nu High Voltage georganiseerd hier in Bergharen. Het is een festival vol met tribute bands. Onder andere Pink Floyd, The Ramones, U2 en Muse. En tussendoor is er ook een coverband met allerlei meezingliedjes die de pauzes opvult. Ja, en waarom hou je van die muziek? Weet ik niet. Ik vind het gewoon leuk dat ze hoe het ze zingen. High Voltage is een voor tribute festival wat we voor het tweede jaar organiseren. Wij zijn de Stichting Rock On. Wij organiseren ook Seeltje Rock in Deest in augustus. Dit is het tweede jaar en nou ja, zoals je kan zien, hartstikke gezellig, leuk, kleinschalig festival met 6 hartstikke goede tribute bands. We hebben de Ramones, die zijn net geweest, tribute to the Ramones. Straks komt Nirvana, dan hebben we Muse, hebben we nog Pink Floyd en U2. Jullie zijn hier al eventjes? Ja, vanaf de Rumbones ongeveer. Okay. En hoe was die? Heel goed. Ja? Ja, ik vind hem wel tof, weet je. Ja, en kwam je daar ook speciaal voor een andere band? Nee, we komen niet speciaal voor een band. Wat vind je zo leuk aan zo'n festival? Ja. Je ziet het wel, hè? Biertjes drinken. Ja. Ben je alleen gekomen of niet? Nee. Deze mensen horen allemaal bij jou. Allemaal bij jou, ja. Ja. En ik maak hemmers. Hi, joh. Ja, welke band kom jij voor? Pink Floyd. En dan Muse. Ja, het allerleukste is om het gewoon op te bouwen en af te breken met de vrijwilligers. Het is altijd heel gezellig en het gaat altijd heel gemoedelijk. En als je dan op de dag zelf zoals dit en je ziet dan bijna allemaal generatiegenoten van mij. Dus het is toch wel 55, 60 plus die dan toch een superleuke dag hebben met muziek uit de jaren al 70, 80, 90. Ja, dan ben ik trots op de sfeer en hoe ik de mensen zie genieten.